Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Ja, de fractie van Pro3 had mij ook uitgenodigd om vandaag bij de Gildenbond te gaan kijken. Nou, hartstikke leuk. En de Gildenbond is voor mij ook nieuw. Ik vind het een heel mooi sociaal-maatschappelijk centrum eigenlijk. Waar diverse verenigingen en instellingen, inwoners, bijvoorbeeld ook yogalessen. Dat vindt hier allemaal plaats. En de bezetting in de avonduren is hartstikke vol. De weekenden ook, begreep ik net. En overdag hebben ze nog wel wat ruimte. Maar het is echt een bruisend sociaal-maatschappelijk centrum. Ja. U hebt een mooie accommodatie, veel ruimte, maar u hebt ook nog ruimte om mensen te ontvangen. Ja, we hebben inderdaad vooral overdag nog ruimte om mensen te ontvangen. 'S Avonds wordt wat moeilijker, dan zijn wij behoorlijk bezet. Maar overdag is iedereen nog van harte welkom. Maar ik raad wel aan dat er eerst gebeld wordt om bij een van de beheerders te informeren of er een ruimte vrij is. Ik ben heel blij dat wij die keuze gemaakt hebben om de burgemeester met dit mooie gebouw, met dit mooie centrum, kennis te laten maken. Ze heeft ook alle kanten gezien, net zoals vorige week in de Wetering. En ik denk dat het voor haar ook een eye-opener is. Hoe vrijwilligers dit gebouw kunnen runnen. En hoe vrijwilligers dit echt de afgelopen jaren echt goed neergezet hebben. Nee, ik ben heel trots op dat dat ook gebeurt in deze gemeente. Wat zij wel terecht aangeven, ze hebben heel erg veel financiële vraagstukken hebben ze zelf opgepakt. Daar hebben ze hun nek flink voor uitgestoken. En wat zij wel zeggen is ten aanzien van bijvoorbeeld verduurzamen van accommodaties. Daar zeggen ze van ja, dat is ook een standpunt waar we van de gemeente wel een uitspraak over verwachten. Want ja, weet je, we kunnen gewoon echt niet alles zelf. En op sommige punten hebben we gewoon ook hulp nodig. Ja. Maar ja, het budget van uw gemeente is ook niet voor alles toereikend, hè? Nee, en dat is dan altijd de lastige taak van ons als gemeente. Dat je iedere keer moet bepalen wat zijn nou de prioriteiten. En waar gaan we wel en geen geld aan uitgeven. En we kunnen ook niet alles tegelijkertijd. Dus we kunnen nooit in één keer alle gemeentelijke accommodaties of alle sociaal-maatschappelijke accommodaties verduurzamen. Dat kost echt heel erg veel geld. Maar ik denk dat we gewoon moeten kijken daar waar mogelijkheden liggen, dat we die ook benutten. En de tip werd al gegeven, leg bijvoorbeeld ook eens contact met de energiecoöperatie hier in de gemeente. Nou, en die hebben al hele makkelijke kleine tips om te verduurzamen. Gelukkig hebben ze zelf het gebouw heel groot aangepakt. Het is helemaal geïsoleerd, het dak op een aantal delen vernieuwd. Dus dat hebben ze zelf allemaal al gedaan. En dan zijn het die puntjes op de i die je nog kunt zetten om nog net een stapje verder te verduurzamen. Bezuinigen doen wij op alle mogelijke gebied, wat we maar kunnen. Waar wij het beste kunnen bezuinigen is inderdaad de energierekeningen die de laatste 10 jaar ontzettend gedaald zijn vanwege
inspanningen van een van onze bestuursleden Ad de Kort. Overal ledlampen in en isolatie aangebracht, waardoor echt de energiekosten op een enorme manier gedaald zijn. Want wat ik vooral zie is dat ik ook bij de Gildenbond hier het bestuur en alle vrijwilligers, want ze hebben er 76. En dan denk ik van dat natuurlijk heb je vraagstukken die je zou willen oplossen en lopen de barinkomsten terug en zou je graag wat meer handjes willen hebben. Maar ik denk altijd van weet je, als je zoveel vrijwilligers hebt en zoveel fanatiekelingen, dan komt dat wel weer goed. En daar waar we als gemeente een handje kunnen helpen, moeten we dat ook zeker doen. Maar over het algemeen denk ik, men redt het hier eigenlijk in de gemeente prima. En de vraagstukken die ze dan bij ons neerleggen, dan denk ik van ja, dat zijn ook nog wel te behappen vraagstukken. Het is niet groot zijn mislepend in de zin van willen jullie als gemeente de Gildenbond overnemen? Nee, dat is natuurlijk een vraagstuk en dat wordt gelukkig niet aan ons gevraagd. Dan misschien moet je nog meer het accent leggen op proberen overdag de bezetting of de komst van mensen te vergroten door echt buurtcafé te worden. Mensen ook in de buurt erbij te betrekken. Dan zijn hier twee nieuwe wijken of een nieuwe wijk neergezet. Probeer die wijk erbij te krijgen. Ook hè, qua interesse van hier kun je echt veel meer, hier kan je veel organiseren en georganiseerd krijg je. Het is echt ook een ontmoetingspunt. Probeer dat te benadrukken. Dan zal dat een goede aanvulling zijn op de verenigingen die hier sowieso al 's avonds vaak zitten. Dus dat is wel heel mooi. De Gildenbond kan voor alle verenigingen die maar enigszins een ruimte zoeken hulp bieden. En ook voor vergaderingen. En wat ik speciaal wil aangeven is het muziekcafé. Eens in de maand komen hier bands spelen. Dat wordt georganiseerd door een van onze beheerders. En die komen op zaterdagavond spelen. Dat is altijd een ontzettend leuke happening waar ook heel veel mensen komen. Dus ik nodig daarvoor iedereen uit.